Nou, ik ga dus uitleggen hoe je dus met de materialen dus dat t-shirt dus kan maken en dan mooie dingen er ook op maken. Dus, want je gaat eerst, het eerste wat je doet, de eerste stap, is je gaat met een pen. Ik heb een pen. En hier op dit witte papier maak je eerst een ontwerp wat je erop wil zetten. En als je dat gedaan hebt, dan kan je met deze verschillende stiften. Dat zijn speciale textielstiften voor op dit witte t-shirt. En dan kan je daarmee het ontwerp erop zetten, wat ook heel belangrijk is. Om het niet te laten doordrukken, dat je t-shirt aan de binnenkant ook dus vies wordt, zeg maar. Is het dus heel belangrijk dat je een stuk karton neemt en dat je die aan de binnenkant van je t-shirt dus. Dus dan doe je dit karton, doe je dus zo je t-shirt er daar binnenin. Kijk, binnenin je t-shirt zet je een stuk karton. Nou, jongens, hij hoeft echt niet meewerken. Ja, het is even een plus, maar je moet het even goed doen. Het is heel belangrijk, want anders wordt je t-shirt helemaal niet mooi. Zo. En dan, nou, is het mijn t-shirt, dit is op. Zo. En dan is het ook heel handig om dan, zijn die dingen, paperclips erop te zetten, omdat dat het dan vast blijft zitten. Maar, die liggen eronder, hier, naast je thee. Oh, ja, ik kon ze even niet vinden, sorry. Dit zijn dus die paperclips. En die maak je dan vast. Hier zo één aan de bovenkant. En hier één aan de bovenkant. Zodat je t-shirt straks niet gaat glijden. Want dan wordt je ontwerp, kan ik je vertellen, niet mooi. Dan komt het niet mooi strak erop. Kijk, oh ja, en ook nog hier doe je er één. En dan doe je er hier ook nog één, aan de punten. Dus aan de bovenkant bij de punten, kijk. En dan aan de onderkant bij de punten doe je er ook één. Dus hier nog één. Even wachten hoor. Hij heeft er weer eens een keer geen zin in. Luisteren naar mij, ik ben de baas. Ja, zo, kijk, nu zit hij erop. Kijk, dan heb ik dus nu al die paperclips erop gedaan. En dan kan je dus, kan je dus beginnen met een, bijvoorbeeld, wat kunnen we doen? Paars. Nou, dan maak je er bijvoorbeeld een mooie bloem op of een mooie, je naam kan je erop zetten. Of vlinders. Nou, en als je dan klaar is, dan haal je hem dus weer van het karton af. En al die, paperclips er weer af. Nou, en het eindresultaat wat ik heb gemaakt, dat is dan dit. Super goed gedaan.